Goedenavond kijkers, wat leuk dat je er allemaal weer bent. Vandaag ga ik een tropisch drankje proeven. En het is een Fanta. Ja, dan hoor ik u al denken, dat is Fanta exotiek of exotische Fanta. Bijna goed. Ik heb dit keer een Fanta pineapple. Een frisdrank met een natuurlijke smaak. Er staat wel pineapple flavored soda. Met natuurlijke smaken. Maar ik had al een klein beetje gekeken wat er nu eigenlijk in zit. Sowieso water. Hoog fructose en corn syrup. En natuurlijk zitten de zuren er ook nog bij. Zelfs zout. En kokosnootolie. Maar waar is dan de ananas? Ja, dat dacht ik ook. Maar goed, de andere zijn dan wel natuurlijk. De ananas, ja. Ik had hem al een beetje zien aankomen. Goed, ik ga hem maar openmaken. Hoe ze het gedaan hebben, hebben ze het gedaan. Het ruikt er wel naar. De kleur is overdreven geel. En ik bedoel ook echt overdreven geel. Het had wel wat minder gemogen, maar goed. Qua smaak, ja. Het is maar gokken. Ik ga het maar proeven. Als je inderdaad niet beter zou weten, denk je, god, dat is toch een lekker drankje. En dat is het ook wel hoor. Een lekker ananasdrankje. Maar als zodra je toch de inhoud gezien hebt, proef je toch de kokosnootolie. En die is toch wel behoorlijk aanwezig. Beetje vreemd. Voor mij betreft hadden ze geen pineapple op mogen zetten. En gewoon exotiek of exotisch Fanta. Maar dat neemt niet weg dat het een toch wel een lekker drankje is. En je hoeft het niet over te slaan. Het is best te doen. Alleen je wordt er wel een beetje in de maling genomen. Foei, meneer Fanta. Dit was Glijn en Jalles met een Fanta pineapple test. Die eigenlijk geen pineapple is. Van meneer Coca-Cola. Ik wens je nog een hele fijne dag. Of anders een prettige avond. Tadaa.